La Belgique de papa est finie. Fundamentele onrechtvaardigheden. Que je trouve dangereux dans le programme de la NVA, c'est que moi je ne veux pas attaquer la sécurité sociale. We financieren miljarden aan transfers. We gaan naar de ergste economische crisis ooit. We krijgen een Franstalig linksgedomineerde regering. Een tijd dat men oeverloos kan graaien en de vetpotten zijn voorbij. On essaie de faire quelque chose qui soit bien pour tous les Belges. Et vous, vous ne pensez jamais qu'aux Flamands. Non, on fait du fédéral. Essayons de penser à l'ensemble des Belges et à préserver la solidarité qui a fait la richesse de notre pays. La Flandre n'est pas un Mr. Cash, hein, monsieur Magnet. Zijn wij zo langmoedig? Zijn wij zo'n slap volkje? Wieder mal eine ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Arad? Arad? Wo ist mein Hund? Ich weiß nicht, eben war er noch da. Ich gebe mir noch mal einen Blick. Nichts. Nicht mal mögen zu sehen. Omhoog, die Vlaamse kracht! Mijn god. Het bescheiden succes van het Vlaams Blok werd nog weggelachen. De oprichting had men het smalend over een politieke eendagsvlieg, een marginaal verschijnsel. We zien wat complete marginalen dat dat zijn. Dat is een partij, jongens, van marginalen en totaal inzitten. De Bokspartij. Dat wij Vlamingen altijd elk schildwoord tot een eretitel omvormd hebben. Alleen in Antwerpen, waar het blok bijna 30.000 stemmen haalde, wist men twee zetels in de wacht te slepen. Het blok pakte uit met de legendarische affiche met de bokshandschoen en de slogan uit zelfverdediging. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen haalt het Vlaams Blok 17,7% van de stemmen. Het blok werd daarmee de derde partij in Antwerpen en drong ook door in de gemeenteraden van Mechelen, Lier, Sint-Niklaas, Gent, Lokeren. Op 13 december 1987 haalt het Vlaams Blok voor het eerst de kaap van 100.000 kiezers.
Philip de Winter en Gerold Annemans doen hun intrede in het parlement. En ja, het Vlaams Blok kiest voor het eigen volk eerst. En ja, het Vlaams Blok kiest voor een Vlaams Vlaanderen. Europa voelt! Welkom in onze speciale verkiezingsstudio. Iedereen verliest, behalve het Vlaams Blok, noteert u 20,5%. Dit is de grootste partij van Antwerpen. Winst van 4% klimt meer dan 3,4%. Een zware winst voor het Vlaams Blok. Eerste resultaat binnen, hijst op een berg, plus 14 punten. Net geen 30%. Een winst van meer dan 20%. Sint-Gilles was 28, net geen 30%. Brakel, Vlaams Belang wordt de tweede partij. Hasselt wint 16%, tweede partij. Kortrijk, Vlaams Belang fors vooruit, 12,2 punten. Hasselt, grote winst voor Vlaams Belang. Oostende, Vlaams Belang, de eerste partij. Antwerpen, Vlaams Belang gaat vooruit, wint 8 punten. Sint-Niklaas, Ninove, 46,2%. Eerst werden we genegeerd. Dan werden we uitgelachen. Dan werden we bestreden. En dan wonnen we. En hoe dat we gewonnen hebben. Bye.